als uw volk, uw Israël, hersteld van ellende weer, zodat het looft uw naam open. Wees blij, wees blij. Is nabij, o Israël. O kom, o kom, gij Oriënt, en maak u licht al. Verjaag de nacht van nood en dood. Wij groeten reeds uw morgenrood. Wees blij, wees blij. Goedenavond allemaal. Heel hartelijk welkom bij de kerstnachtdienst vanuit de Goudse St. John. We hadden gehoopt u en jou weer live te kunnen verwelkomen dit jaar, maar de situatie vroeg helaas om een online feestje. Samen gaan wij vanavond kerst vieren. De boodschap is ongewijzigd en niet onderhevig aan ontwikkelingen hier op aarde. God houdt van ons en toonde dat door het kostbaarste wat hij had aan ons toe te vertrouwen, zijn eigen zoon. Mijn naam is Theo Peters en het is een eer jullie te mogen begroeten in deze kerstnachtdienst, die op allerlei manieren de geboorte van Jezus centraal stelt. Er zal muziek zijn, zowel de traditionele als de meer eigentijdse. De toespraak, of preek zoals we dat in de kerk vaak zeggen, gaat over het grote verhaal, the story of heaven. Het verhaal waar hemel en aarde elkaar raakten. Het is een troostvol gegeven dat we niet aan onszelf zijn overgeleverd hier op aarde. In een tijd waar je niet voor je ontspanning naar het nieuws kijkt. We hoorden zo net O Kom Immanuel, gezongen door de St. John Kerstband. We vervolgen ons programma met het lied Hoor de Engelen Zingen de Eer, gezongen door het kerkkoor van de St. John en begeleid door Gerben Budding op het orgel. Ga er lekker voor zitten en laat je meenemen in het verhaal van God en de mens. Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat waar hij aan begon. In zijn naam mag ik u groeten, genade voor u, genade voor jou van God onze Vader en van Jezus Christus de Zoon door de Heilige Geest. Amen. Child is this who lays to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping. This is Christ the King, whom shepherds dat jullie al net zoals ik helemaal in de kerstfeer zitten. Graag stel ik jullie voor aan dominee Gerard Bijkerk. Hij neemt ons mee in het verhaal van de hemel en hoe de komst van Jezus van betekenis was in de wereld van toen, maar zeker ook in de wereld van nu. Vooraf zal de lezing van de Bijbel zijn, een stuk uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De lezing zal worden gedaan door Anita Vogelenzang. Eerst zal ik een lezing doen uit het Oude Testament, uit Jesaja 9, vers 1 tot 6. Het volk dat nu in het donker leeft, zal een stralend licht zien. Een helder licht zal schijnen in het land waar het nu donker is. Heer, door u is het volk weer groot. U geeft mensen weer vreugde. Zo blij zijn de mensen ook als ze de oogst van het land hebben gehaald. Zo blij zijn de mensen ook als ze de buit hebben verdeeld. Uw volk werd onderdrukt. De mensen werden met de zweep geslagen. De stok kwam op hun schouders neer. Maar u hebt de zweep en de stok gebroken. U hebt uw volk opnieuw bevrijd. De laarzen van de soldaten en hun jassen vol met bloed, die worden in het vuur gegooid. Ja, alles wordt verbrand. Er is een kind geboren. We hebben weer een koning. Hij zal over ons regeren. En zo zullen de mensen hem noemen. Wijze bestuurder, sterke God, eeuwige Vader, koning van vrede. Zijn macht zal steeds groter worden en er zal altijd vrede zijn. Hij zal op de troon van David zitten en hij zal koning zijn. Een koning zoals David was, rechtvaardig en eerlijk. Zo'n koning zal hij zijn, voor altijd en eeuwig. De machtige Heer zal daarvoor zorgen. Het zal zeker gebeuren. Dan wil ik nog een lezing doen uit het Nieuwe Testament uit Lucas 2.
Die nacht waren er herders in de buurt van Bethlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: "Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren, Christus, de Heer. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen. Het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld. Jozef en Maria, de ouders van Jezus, brachten Jezus naar de tempel in Jeruzalem om hem aan God toe te wijden. In Jeruzalem woonde een man die Simeon heette. Simeon stond bekend als goed en eerlijk en was trouw aan God. Hij wachtte zijn hele leven al op de redding van Israël. De Heilige Geest had hem verteld: voordat je sterft zul je de Messias zien die God beloofd heeft. De Heilige Geest stuurde Simeon naar de tempel. Op hetzelfde moment kwamen ook Jozef en Maria naar de tempel. Zij brachten Jezus daarheen om alles te doen wat verplicht was volgens de wet. Toen Simeon het kind zag, nam hij het in zijn armen en dankte God. Hij zei: "Heer, ik ben uw dienaar. Nu kan ik rustig sterven, zoals u mij beloofd heeft. Want nu heb ik zelf de redder gezien. U hebt hem gestuurd om alle volken te redden. Hij is het licht. Hij wijst de volken de weg naar u. Hij is de held van uw volk Israël." Dit jaar vieren we kerst in lockdown en dat valt zwaar tegen. We dachten allemaal met de maatregelen het virus er wel onder te krijgen. Maar niets is minder waar. Een nieuwe variant lijkt nog grotere gevolgen te krijgen dan de vorige. En wat zo moe maakt is die uitzichtloosheid. Hadden we maar een duidelijk perspectief, dan weten we waar we aan toe zijn. Als we een heldere, lange termijnvisie hebben, dan kunnen we vandaag veel beter met de tegenslagen omgaan. Dan zouden we ook veel beter de beperkingen kunnen verdragen. Dan weet je ook waar je het voor doet. En dat klopt. Dat perspectief
Die lange termijnvisie is enorm belangrijk om het uit te kunnen houden en de moed niet te verliezen. Daarom neem ik u graag mee naar een andere situatie van uitzichtloosheid. En daar werd op een bijzondere manier perspectief geboden. Moe van onderdrukking en onrecht was een grote menigte van maar liefst 200.000 tot 300.000 mensen samengekomen in Washington om te demonstreren, snakkend naar recht op leven en vrijheid. Zelfs via een rechtstreekse televisieuitzending keek de hele wereld mee. Bijzonder was dat er geen angst was dat deze grote demonstratie uit de hand zou lopen in geweld of een bestorming van het Capitool. Want iedereen werd geboeid door de woorden van één man. De woorden van dominee Martin Luther King. I have a dream. Legendarische woorden. Wereldberoemd. Zelfs nu, bijna 60 jaar later, kunnen we die woorden ons nog herinneren. I have a dream. Als een moderne profeet roept hij zijn volk op tot recht en gerechtigheid. En herinnert hij aan de woorden van de grondwet, waarin zo mooi staat omschreven: alle mensen zijn gelijk geschapen, hebben gelijke rechten. Een mooi uitgangspunt, maar in werkelijkheid kwam er niets van terecht. En de zwarte bevolking werd er moedeloos van om altijd als tweederangs burger behandeld te worden, in een verdeelde samenleving achtergesteld te worden als het gaat om werk, om leven. De slavernij mocht dan op papier zijn afgeschaft. Onrecht en onderdrukking was aan de orde van de dag. Uitzichtloos. En dan die droom. Geen roep om wraak, geen rel, geen bestorming, maar een perspectief. Ik heb een droom. Ik heb een droom dat dit volk eens zal opstaan in vrede en verbondenheid. Ik heb een droom dat op één dag, waar nu de rode heuvels van verdeeldheid zijn, de zonen van voormalige slaven en de zonen van voormalige slavenhouders in staat zullen zijn samen aan te schuiven aan één tafel van broederschap. Aan één tafel, denk je zin. Ik heb een droom dat op een dag zelfs de staat Mississippi, die nu smoort in de hitte van onrecht en smoort in de hitte van onderdrukking, een oase van vrijheid en gerechtigheid zal worden. Op een dag. Ik droom dat mijn vier kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op de kleur van hun huid, maar op de inhoud van hun karakter. I have a dream. Today. Vandaag. Kijk, dat gaf de mensen daar kracht om het vol te houden in een belabberde situatie. Moed om in een deprimerende situatie toch verder te kunnen. Een perspectief om voor te leven. Vanuit het diepe verlangen naar een betere wereld van recht en gerechtigheid. Verlangen naar eenheid. Verlangen naar verbinding. Vanuit het verlangen naar bevrijding. Deze droom van dominee Martin Luther King is daarom zo krachtig, omdat deze droom geboren werd in de droom van God en niemand minder. Het is Gods droom voor onze verscheurde en verdeelde wereld, dat dit een wereld zal worden van recht en gerechtigheid. Een wereld van vrede en vreugde, van heelheid en herstel. En dat hij er zelf door de zending van zijn Zoon Jezus Christus voor zou zorgen dat wij daarvoor verlost zouden worden. In die verlossing geloofde dominee Martin Luther King. En hij liet zich juist daardoor leiden welke hoge prijs hij daar misschien ook voor zou moeten betalen. Het zorgde ervoor dat hij niet opgaf. En het maakte hem ook geen slachtoffer van de gevoelens van pijn, van haat en onderdrukking, van verdriet dat hij en zijn mensen iedere dag wel konden ervaren. Geïnspireerd door de geest van God kon hij als een moderne profeet inspireren
omdat hij er echt van overtuigd was dat God onze wereld niet overlaat aan wat wij mensen ervan maken. Hoe wij leed veroorzaken. Hoe wij zorgen voor scheve verhoudingen en uitbuiting. En de schepping en het klimaat verknoeien. God heeft immers beloofd dat onze wereld hersteld wordt door hem en gezuiverd. Simeon uit het kerstverhaal, wat net gelezen is, is ook zo'n man die dat hemelse verhaal niet vergat, maar erop bleef hopen. Hij zag het met eigen ogen werkelijkheid worden in de geboorte van Jezus. Dat wat de profeten hem hadden verteld, was voor hem belangrijk. En als hij het kind Jezus de tempel van Jeruzalem ziet binnengedragen worden, weet hij het meteen. Nu is het de tijd dat God zijn droom in vervulling laat gaan. De geboorte van dit kind is het begin van het einde van de nacht van deze wereld. God lof, het licht breekt door. Met Jezus wordt het perspectief concreet. Krijgt de droom, om het zo eens te zeggen, letterlijk handen en voeten. Met dit kind komt de redding nabij. Kerst is een prachtig feest. Jezus' geboorte brengt een nieuwe wereld dichtbij. Zoals het verhaal van de hemel al was aangekondigd, zal hij heil en herstel brengen. Herstel in de relatie van mensen met God en in de relatie van mensen onderling. Zelfs het herstel van heel de schepping is daarin meegenomen. Als alles anders wordt en verzoening een feit, wat kun je daar blij van worden? Dat geeft perspectief. Als zelfs op een dag de verschrikkelijke vijanden van God en van zijn volk voorgoed zullen zijn overwonnen. Als je dat weet, dan kun je toch verder. Al kost het nog een hele strijd voordat dat einddoel zal zijn aangebroken. Al kostte het Jezus ook een hoge prijs van zijn leven als hij straks als volwassen man de strijd gaat aanbinden met de macht van zonde en van dood om ons te verlossen. Hij was ervoor bereid om zijn leven te geven en het plan van God te realiseren. Hij kwam dwars tegen alle verwachting in en hij overwon. Al kost het ook vandaag nog heel wat strijd voordat dat plan in zijn volheid is uitgewerkt. Al kost het vandaag ook nog heel veel tijd om het verzet van mensen te overwinnen. Weet dit, wij vieren kerst, zijn koninkrijk is gekomen en het zal komen. Dat raakt natuurlijk ook uw leven. Waar laat u zich door leiden? De zorgen van de dag, de onzekerheid van morgen, de gevolgen voor je gezin, je gezondheid en je werk. Allemaal niet gering natuurlijk. En ook heel reëel. Maar de vraag is, sleept het ons mee? Beheerst het ons, zodat we ook niet anders weten dan dat? Of hebben ook wij behoefte aan dat perspectief? Die lange termijnvisie die God ons geeft om te weten waar het naartoe gaat. Een perspectief dat vandaag ons al moed geeft om de teleurstellingen te overwinnen. Simeon die droomde tegen de verdrukking in. En hij hield vast aan de redding die God zal brengen. En God heeft hem verteld dat hij nog in zijn leven zal zien dat de redder en de Messias zou komen. Dat gaf hem houvast in moeilijke tijden. Dat gaf hem ook kracht om anderen te bemoedigen. Met woorden die wij tot op de dag van vandaag, zoveel eeuwen later, nog steeds niet zijn vergeten. Licht voor de wereld. Herstel voor zijn volk. Wat prachtig. Niet alleen voor dat volk van Israël toen, maar ook voor ons allemaal. Voor alle volken, zegt hij, licht voor heel de wereld. Dat is een perspectief. Weet u wat ik ook zo bemoedigend vind voor ons vandaag? Dat Simeon helemaal niet zo'n oude man hoeft te zijn als velen denken. Waarschijnlijk denken mensen dat omdat de oude Anna ook bij hem komt staan als Jezus wordt binnengebracht. En omdat hij zegt dat hij in vrede kan heen gaan nu hij de redder der wereld met eigen ogen heeft gezien. En heen gaan
wordt dan al snel geassocieerd met sterven. Maar dat hoeft helemaal niet. Verder kunnen gaan in je leven vanuit een perspectief dat je roept, daar hoef je niet oud voor te zijn, gelukkig niet. Geloven bewijst juist zijn kracht ook als je midden in het leven staat. Dat is belangrijk om verder te kunnen. Als je met beide benen in de klei staat, ervaart wat er in de wereld gebeurt, dan toch het geloof niet verliezen dat er een betere wereld komt, omdat God ons verlost. Juist dan heb je ook hoop van het evangelie nodig. En het mooie is dat ouderen en jongeren verzameld worden rondom Jezus. Om inzicht te krijgen, licht in je leven. Hoe moet het verder? Hoe hou ik het vol? Prachtig vind ik dat. Door Jezus hoeven u en ik ons niet mee te laten sleuren door de angst van onzekerheid. Ons niet te laten verwarren door een wereld waar we geen grip op krijgen. Je hoeft je niet beter laten pakken door wat rondwaart bij velen een ontevredenheid, een cynisme, onbehagen of boosheid over van alles en nog wat. Kerst is een prachtig hoopvol feest. Als je tenminste ziet dat met Jezus de droom van God werkelijkheid wordt. Zoals het doorbreken van het eerste morgenlicht al de nieuwe dag aankondigt, zo is Jezus' komst naar deze aarde. Ik heb een droom. Dat zegt niet alleen... Ik heb een droom. Dat zegt niet alleen Martin Luther King, maar dat zegt ook God. Hij zegt tegen u, ik heb een droom voor jou. Weet u, er zijn eigenlijk twee soorten dromen. De vraag is, met welke droom ga jij verder? Er zijn dromen, die doe je met je ogen dicht. Dat is meer wegdromen. Van het soort van Dreaming of a White Christmas bijvoorbeeld. Zo'n zwijmeldroom. Even alles vergeten. Even de boze wereld buitensluiten. Maar dat lost natuurlijk niet echt iets op. De droom van God daagt ons uit te dromen met onze ogen open. Vanuit de belofte dat God verlost. Zo'n kerst wens ik iedereen toe. Story, God, you entered in and became.
We gaan nu samen bidden en we besluiten ons gebed met het bidden van het Onze Vader. En ik nodig u thuis uit om dat met mij mee te bidden. Hemelse Vader, in Jezus' naam, wij danken u voor uw Zoon Jezus Christus dat Hij uw plan voor deze wereld dichtbij heeft gebracht en dat zijn Koninkrijk komt. Zegen ons als wij zijn geboorte vieren, samen of misschien juist wel alleen. We willen vanavond tegen u zeggen, u bent welkom in ons midden, welkom als licht in onze duisternis. En we bidden u, open onze ogen om uw licht te ontvangen in ons huis, als we gezond zijn of ziek. Geef ons uw genade als wij verlies en gemis ervaren of tegenslag in welke vorm dan ook. Schijn uw licht in onze harten. Zie ons aan als we de weg zijn kwijtgeraakt. Zegen ons als we werken in de zorg om het vol te houden. Help ons en onze bestuurders om wijs te zijn in deze tijd waar we maar moeilijk raad mee weten. Leid ons naar de plekken waar we veilig zijn. En bescherm ons en onze hele wereld waar pijn en onrecht wordt geleden. En leid ons naar uw vrede. We bidden onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Still.
his body lay. Light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day. Up from the grave he rose again. Ik wil u en jou graag de zegen van God meegeven. De Heer zij voor je om je de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter je om je in zijn armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar. De Heer zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen. De Heer zij in je om je te troosten als je verdriet hebt. Hij omgeeft je als een beschermende muur wanneer anderen over je heen dreigen te vallen. De Heer zij boven je om je te zegenen. Zo zegene God jou en u vandaag, morgen en voor altijd. Amen. We komen nu aan bij het onderdeel dat al bijna 2000 jaar een gewoonte is in de kerk, de collecte. De collecte deze avond is bestemd voor de dekking van de kosten. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Er verschijnt een QR-code in beeld die u kunt scannen met de camera van uw telefoon. Ook zullen de bankgegevens te zien zijn in de comments bij de uitzending. De Sint-Jan Kerstband zal nu het lied Crown Him zingen. Een oproep om Jezus de eer te geven die hem toekomt. Sing glory in the highest.
approach his manger throne with honors from afar. Behold the Son of God and bow down in his place. The Prince of Peace has come to us. We zijn alweer bijna aangekomen bij het eind van deze uitzending. Ik hoop dat u en jij hebt genoten. Traditiegetrouw zingen we aan het eind het Ere zij God met elkaar. We stellen jou of uw reactie op deze uitzending zeer op prijs. Deel deze met ons via de comments. Ook kunt u of jij gebed aanvragen via het nummer dat nu in beeld verschijnt. Weet je nog niet zoveel over het christelijk geloof en ben je geïnteresseerd geraakt? In januari starten er weer nieuwe alfacursussen op heel veel plekken in Nederland. Check daarvoor de website alfacursus.nl.